Lionel, hoe groot is de ontgoocheling? Ja, groot. Het is ambetant. De ploeg heeft heel hard gewerkt vandaag. En we mislopen een beetje de sprint door een technisch probleem met het team of door een contact met een andere renner. En dat is altijd spijtig. Ja. Ja, heb je daar nog wat echt actief van meegekregen wat er gebeurde? Nee, ik denk team zijn ketting eraf of naar de binnenplaat. Dus dat is zeker niet ideaal in een sprint. En hij kost niet meer sprinten. Vanaf dat hij wel op de juiste versnelling zat, kon hij wel sprinten. En kon hij er wel nog voorbij komen, maar het was te laat. Ja. Ja, derde en zesde, dat is niet waarvoor jullie hier naartoe gekomen zijn met Tim? Nee, nog niet. Maar ja, het kan misschien alleen markeren nu. Dus we moeten elke dag proberen. En het zou gemakkelijk zijn als we één dag op kop rijden en meteen de sprint winnen. Ja. Tot nu toe was het zo. Nu is het iets gemoeilijker, maar het zal wel lukken. Ja, het vertrouwen blijft groot in Tim, want de volgende sprintkansen zijn pas voorlopig nog niet in ieder geval. Ja, voorlopig nog niet. Maar ja, natuurlijk, vertrouwen blijft in het team. Hij is een van de rapste van het peloton. Dus moet gewoon allemaal een beetje meezitten en dan zal het wel keren. Maar we zijn hier ook niet alleen voor het team. Ik denk dat we een ploeg met klimmers hebben ook vooral. En dat die op hun terrein misschien ook kunnen schitteren, daar hopen we op. Dus. De ontgoocheling is groot. Wat ga je nu doen proberen om het weer omgedraaid te krijgen na deze twee etappes? Ja, de ontgoocheling is groot. Maar na de rustdag is dat weer weggespoeld en is er niet opnieuw koers en opnieuw kans. Het zijn er nog drie geweest waarvan dat we twee kans maakten. Er komen nog etappes, dus er is geen probleem. Succes daarbij. Dankjewel.